Welkom groep 1, die voor de Banshee hebben gekozen. De niet meest vrolijke kaart. Maar we gaan kijken wat het allemaal voor jou betekent. De Banshee is een spirit die eigenlijk met een waarschuwing komt. Staat ook wel voor de dood en wedergeboorte. Dus waarschijnlijk ga je of nu door een dood en wedergeboorte heen, of daar ga je nu richting naartoe. Zoals ik al zei, de Banshee is ook een waarschuwing. Dus we gaan kijken naar de andere kaarten. Energie. Ontsteek in mij het goddelijke vuur. Ik straal van energie, sterk en puur. Nou, kaart nummer 13. Dat is een ongeluksgetal, hè, wat ze zeggen, als je daarin gelooft. Dus de waarschuwing voor jou komt misschien wel in de energie. Dat het met jouw energie te maken heeft. Ik krijg daarbij closing circle. Pure intent, sacred doors, timing en experience. Ja, eigenlijk wat de Banshee ook zegt. De dood en wedergeboorte. Een einde van een bepaalde cyclus. Dit is eigenlijk de bevestiging daarvan. En wat hebben we nog meer? Jullie hadden twee van deze kaarten. Connect with Gaia en give love. Oké, dus aarding is van belang. En liefde geven. Oké, dus ik vermoed wel dat je in een bepaalde lage energie zit. Waarbij gronding dus heel erg belangrijk is. Maar ook liefde uitstralen. De energie zegt het eigenlijk al. Ik heb het gevoel dus dat jij in een lage energie zit. En dat is ook de waarschuwing waar de Banshee mee komt. En misschien is daar iets gebeurd. Misschien zien we dat nog zo wel. Waardoor jij in deze lage energie bent gekomen. Misschien heb je moeite met liefde geven. Omdat je pijn en verdriet hebt ervaren in de liefde. Dat zou kunnen. Maar er komt wel een einde aan een cyclus. Ja, en dat geeft deze eigenlijk ook aan. De dood en wedergeboorte. Dus twee keer de kaart die eigenlijk aangeeft dat je een oude fase gaat achterlaten en je gaat een nieuwe fase betreden. Oké, dan hebben we hier de heksentarot. De aas van water. Nou, dat spreekt ook wel weer over liefde. De cup van liefde. De grote liefdesbeker. The messenger of earth. Dat is de denk de ridder van munten. Maar dan moet ik heel even opzoeken. En de Witch of Fire. Ja, ik zit er even naar de kaart te kijken. Ze heeft daar de slang om haar heen. Ik ga deze kaarten gewoon intuïtief lezen, want ik weet niet wat die kaarten allemaal betekenen. Maar wat hier centraal staat is dat er een waarschuwing ligt over jouw energie. Wat jij uitzendt zal je ook terugkrijgen. Ik heb het gevoel dat je pijn en verdriet hebt ervaren in de liefde. Waardoor je heel moeilijk nu liefde kan geven en daarmee ook moeite hebt met liefde ontvangen. Daar gaat wel een einde aan komen. Je gaat oud pijn en verdriet achterlaten. Er komt hier een soort van bericht. Wat dingen misschien zou kunnen veranderen. Misschien komt er een liefdesbericht als ik zo kijk. Als ik naar de Witch of Fire kijk. Met die slang. De slang staat vaak voor iets karmisch. Ook weer iets ouds achterlaten. Hè? De oude huid die afgestroopt wordt. Waardoor een nieuwe glimmende slang tevoorschijn komt. Dus ook hier staat eigenlijk symbool dat er iets ouds achtergelaten wordt. Misschien komt er nieuwe liefde op jouw pad. En ga je een oude liefde achterlaten. Dat zou kunnen.
We gaan even kijken wat de andere tarot vertelt. Ja, de vier van staven krijg ik hier. De vier van staven staat voor stabiliteit, maar is ook vaak de kaart van zielsconnecties. De zeven van bekers, keuzes, opties. En de twee van munten. Het heen en weer juggelen. Twijfelen. Geen keuze kunnen maken. Waarschijnlijk krijg je meerdere opties op jouw pad. In de liefde. Maar daar zit natuurlijk die waarschuwing. Dat als jij in die lage energie blijft, komt er natuurlijk ook geen nieuwe liefde op jouw pad. Dus het is voor jou belangrijk om eerst de oude energie los te laten. En dan zal liefde rijkelijk vloeien in jouw leven. Zodat de liefde ook veel meer stabieler wordt voor jou. Aarding, is een belangrijk onderdeel voor jou de komende tijd. Om uit je hoofd te komen, uit dat pijn en verdriet te komen. Meer die aarding voor jezelf op te zoeken in de natuur. Begeleide meditaties. Waarin je kan aarden. Ik zit heel even te kijken wat ik nog meer zie. Ja, ook hier zie je eigenlijk die meditatie en stilte. Wat er van jou gevraagd wordt om jouw energie te transmuteren van het negatieve naar het positieve. Alles gebeurt om een reden. Dat jij pijn en verdriet in de liefde hebt meegemaakt, dat is om een reden. Probeer daar jouw les uit te halen. Ja? Misschien had je een bepaald beeld van de persoon waar het om draait. En ja, die heeft jou, hij of zij heeft jouw verwachting niet waargemaakt. Ik zie hier de kikker zitten. Misschien zag je deze persoon als de prins of prinses, maar bleek het in de realiteit toch niet zo uit te pakken. Want ja, de zeven van bekers staat ook wel voor illusies. De persoon waar je mee te maken hebt, is niet degene voor jou. Dat is heel duidelijk. Maar zodra jij deze persoon los gaat laten, en je voelt zelf ook wel dat dit moet, zal liefde rijkelijk beloond worden in jouw leven. Misschien is deze persoon waar je mee te maken hebt of hebt gehad jou heen en weer aan het juggelen, waardoor je ging twijfelen, de ander twijfelde ook, waardoor jullie eigenlijk niet vooruit konden. Maar ik voel, zodra jij het oude los gaat laten en open staat voor het nieuwe, komen de berichten van liefde binnen. Die komen binnen en zal jouw koude hart verwarmen. Ja, want je zit nu in een koude energie, een eenzame energie. En er mag weer vreugde komen, er mag weer viering komen, er mag weer ja, vlinders in de buik komen. Ga in stilte, ga in aarding om die laatste restjes van jezelf los te laten. Die oude energie, die oude pijn en verdriet. Laat het maar los. Het is gebeurd. Het heeft ook een reden dat het gebeurd is voor jou. Sta weer open voor de liefde. Geef liefde, ontvang liefde. En geef liefde, voel ik voornamelijk, geef liefde voor jezelf. Geef liefde eerst aan jezelf. Want als je niet de liefde voor jezelf kan voelen, kan de ander dat ook niet voor jou voelen. Want dat is dan wat je aantrekt. Dus het is heel belangrijk om ook eerst de liefde voor jezelf te vinden. Voordat je überhaupt open staat voor de liefde, hè, van buitenaf. Ontsteek in mij het goddelijke vuur. Ik straal van energie, sterk en puur. Ja.
Waarschijnlijk ben je ook heel erg leeggelopen in deze connectie waar je mee te maken had. En is het tijd om jouw energie weer aan te vullen. En door je energie weer aan te vullen is aarding nodig, stilte nodig. Het loslaten van oude emoties, pijnlijke emoties, verdrietige emoties. Zodat er ruimte komt voor nieuwe dingen, maar ook ruimte voor nieuwe energie. Ja, want als je vast blijft houden hieraan, ja, dan kom je gewoon niet verder. Ja, hier zie ik eigenlijk ook een soort van ritueel die gedaan wordt. Ik zie ook ja, uitroken, die energie uit je huis, oude emoties die daar hangen. Salie is daar heel goed voor om je huis te zuiveren van oude energie en oude emoties. En dat zie ik ook hier. Brandwitte kaarsen. Witte kaarsen staan altijd voor puurheid. Trekt ook het witte licht aan. Ja, het lijkt net alsof ze een soort edelsteen in haar handen heeft. Edelstenen kunnen ook helpen bij het verwerken van verdriet. Of loslaten van personen. Of loslaten van oud zeer. Dus ga je daar ook wat meer in verdiepen. En als ik dan naar die slang kijk, dan zie ik. Ja, die is verwikkeld om haar heen. Dus ik heb ook wel het gevoel dat je daarin vastzit. Je zit ook vast in dit pijn en verdriet en je komt niet vooruit. En daarom is aarding en meditatie voor jou heel erg belangrijk. Aarding, meditatie, uitroken met salie, en zelfliefde creëren. Ja, wat is zelfliefde voor jou? Leuke dingen doen voor jezelf, lief zijn voor jezelf, compassie hebben voor jezelf, is allemaal zelfliefde. Want ik voel dat je in een hele lage energie zit, in een hele verdrietige energie. En de banshee komt eigenlijk met de waarschuwing, dit is tijd om nu los te laten. Er staan heel veel mooie dingen voor jou te wachten in de liefde, maar laat het oude nu maar los. Oké. Okay. Dit is voor jullie het bericht. Ik wens jullie licht en liefde. Bedankt voor het kijken en tot snel. Welkom groep 2 die voor de journey hebben gekozen. Ja, het pad. Jouw zielspad. Ik zie daar iemand naakt staan. Dus dat voelt voor mij dat het iets te maken heeft met kwetsbaarheid. Openheid. Ik heb het gevoel dat jij klaar bent om een bepaald pad te gaan bewandelen voor jezelf. Ook al lijkt het misschien nog wat donker, wat heen en weer, hè, wat ik hier ook zie, dat heen en weer op het pad. Het is misschien nog niet compleet duidelijk, maar je bent er in ieder geval wel klaar voor. Oké. We gaan even kijken wat de kaarten verder zeggen. Romantiek. Romantiek, wat een heilige kracht. Ik smeek u, schenk mij deze pracht. Dat is grappig. 23, 24. Misschien ga jij het pad van romantiek bewandelen. Dat zou kunnen. We gaan het verder in de kaarten zien. Belladonna Visions. Caution, guidance, clarity, stand firm. Een soort waarschuwing ook voor jullie, net als groep 1. Wees voorzichtig. Het is nog niet helemaal helder wat ik al zei, hè? Er staat hier ook clarity, helderheid. Maar sta krachtig. En dat zie ik ook hier. Je bent er wel klaar voor. En dan hebben we strength and resilience. Ja, je gaat in kracht staan. En je gaat in kracht dit pad bewandelen. Ik voel dat je er klaar voor bent. Klaar voor het pad van romantiek. Oké, we gaan even kijken wat de kaarten van de heksen zeggen. De vier van R. Dat is de vier van zwaarden.
Vier van zwaarden is heling. Dus waarschijnlijk komt daar iets van heling in de romantiek. The goddess of air. Nou, dat zal vast de koningin van zwaarden zijn. Maar ik lees deze kaarten intuïtief, want ik weet niet precies wat alle kaarten betekenen. En 8, heling. Nou, wat ik eigenlijk al zei. Dus dubbele bevestiging eigenlijk hier op de heling. Er wordt iets geheeld in de romantiek. Waarschijnlijk heb je al een connectie met iemand. En is daar misschien een separatieperiode geweest. Of daar is iets geweest in ieder geval wat jullie uit elkaar heeft gehaald. En je bent nu bereid om het pad van romantiek weer op te lopen. Ook al zie je het nog niet helemaal duidelijk. Je stelt jezelf open. Je bent kwetsbaar. En dat is een heel mooi teken dat je de juiste pad gaat volgen nu in de romantiek. Het kan voor jou misschien een beetje eng aanvoelen. Juist omdat het nog niet helemaal helder is. Maar er staat ook bij guidance. Je wordt ook begeleid. Caution, die waarschuwing voel ik voornamelijk. Ga niet in je hoofd zitten. Maar volg gewoon echt je gevoel en je hart hierin. En ik zie ook dat je daar klaar voor bent. Jij bent waarschijnlijk geheeld, waardoor jij de connectie ook gaat helen. Ja, je ziet hier een vrouw die eigenlijk een spin moet voorstellen in het web. En ik zie daar al van alles. Ze heeft eigenlijk al van alles in haar handen. Ze heeft al dingen ontvangen. Dus wat voor mij dus ook weer aangeeft dat je klaar bent om liefde te ontvangen. Dus jij hebt jezelf geheeld. Het is een 8 kaart. En de 8 staat weer voor wat je aantrekt zal je terugkrijgen. Nu jij open staat voor de liefde, omdat jij de zelfliefde hebt bemachtigd, ga je dit nu ook aantrekken op jouw pad. Ja? We gaan even kijken wat de andere kaarten nog zeggen. De 4 van bekers. Hier hadden we al de 4 van zwaarden. De 4 van bekers is vaak de focus hebben op het negatieve en niet het positieve zien. De judgment kaart, de wake-up call. En de ridder van bekers. Ja, je bent in ieder geval echt klaar om de liefde te brengen en te ontvangen. Dit is de waarschuwing. Ik voel toch nog een beetje angst. En dat zie ik ook hier, omdat het nog niet helemaal duidelijk is voor jou. Maar ik heb het gevoel dat jij ergens in gaat starten. Dat jij waarschijnlijk de beker van liefde gaat brengen ergens naartoe. Maar die waarschuwing is eigenlijk, ga niet in jouw hoofd zitten. Maar blijf jouw hart en je kwetsbaarheid openzetten. In die connectie. Want dat zal grote resultaten voor jou opleveren. Ik heb hier de 4 van zwaarden die zegt heling. Dus ik voel echt wel, ja, samen met die, dat jij geheeld bent. Je bent al gegroeid. Je bent tot bloei gekomen. Dus eigenlijk ben jij daar al. Alleen, de angst kan misschien een beetje toeslaan, omdat jij nu het pad openzet eigenlijk naar jouw geliefde toe. En het is nog wat duister, het is nog wat donker, het is nog wat wiebelig. Je ziet het nog niet compleet. Maar je gaat in kracht staan, en dat zie ik ook, ook met deze kaart. Je gaat dit pad bewandelen. En je hebt geleerd van het verleden. Dus ja, de kracht is tot jou gekomen. Ja? De kracht is tot jou gekomen. Jij kan dit pad bewandelen. Wees niet bang. Ga vooruit. Je hebt geleerd van het verleden. Er staan mooie dingen voor jou te wachten in deze connectie. Je durft nu te ontvangen. Loop maar gewoon door. Loop maar door richting de romantiek. Je wordt begeleid. De enige waarschuwing wat ik hier zie voor jullie is dat je niet weer in je hoofd moet gaan zitten en het verleden moet oprakelen.
Het verleden is verleden. Daar heb je van geleerd en dat mag nu losgelaten worden. Je mag het pad recht vooruit lopen. Excuses. Ik voelde hem ook aankomen. Loslaten. Loslaten van de oude energie. Van het verleden. En dat is eigenlijk, ja, de judgment call is eigenlijk ook een waarschuwing, hè? De wake-up call. Aartsengel Gabriel met de toeter die jou wakker maakt van hey, je mag nu gaan lopen. Ja, want dit is een vrolijke wake-up call. Ze maakt vrolijke muziek en ze vervolgt haar pad eigenlijk. En onderweg trekt ze van alles aan, de vlinder, de kat. En als jij in die energie recht vooruit gaat, dan komt het helemaal goed. Dan heb je geen angst meer van het verleden. Laat dat maar los. Goed. Mooi bericht voor jullie groep 2. Ik zou zeggen, ga recht vooruit richting je liefde. En ga niet meer in je hoofd zitten. Wat geweest is, is geweest. En er zijn nu allemaal nieuwe mogelijkheden op het nieuwe pad wat je gaat bewandelen. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Doei doei. Welkom groep 3. Voor degene die de kaart met de appels hebben gekozen. Ook voor jullie zit hier een waarschuwing in. Groep 1 en 2 hadden ook een waarschuwing. Ook voor jullie zie ik dus een waarschuwing. De appels staan voor het sprookje van Sneeuwwitje die een hap neemt van de rode appel van de heks. En ja, daar dus de gevolgen van krijgt. Er zit hier een waarschuwing over leugens en bedrog. Dus we gaan eens kijken voor jullie wat dat allemaal inhoudt. Moed. Een stralend licht oprecht en vlug keert mijn moed bij nacht terug. Je hebt ergens moed in nodig. Ancestors, family, survival, death and worship. Nou, je voorouders lopen in ieder geval bij je en letten op jou. Dat kunnen zijn overleden dierbaren, voel ik. Ja, ze houden jou in de gaten in ieder geval. Vandaar dat deze waarschuwing ook komt voor jou. Seasonal harvest. Er mag iets geoogst worden. Kijk even wat de heksentarot te vertellen heeft. Ik lees deze kaarten intuïtief, want ik weet niet wat de kaarten allemaal betekenen. De drie van aarde, dat is de drie van munten in ieder geval. En de drie van munten spreekt over een bepaalde samenwerking, maar ook de drie eenheid binnenin jouzelf. Dan krijg ik daarbij de 9 van water, de 9 van bekers. En dat spreekt weer over wensvervullingen. En dan heb ik de Goddess of Fire, de koningin van staven. Oké. Je hebt ergens moed in nodig. En waarom heb je moed nodig? Er mag iets geoogst worden. Ik zie hier overvloed. Ik zie hier overvloed. En de koningin van staven die spreekt over een bepaalde passie hebben, spirituele ontwikkeling. Maar wat is zij aan het doen? Ze roert in een pot. Ze is iets aan het voorbereiden. Jij bent iets aan het voorbereiden. En je hebt ergens moed voor nodig. Voorbereiding om een samenwerking te creëren met iemand.
Maar wat is die waarschuwing? Er is bedrog. We gaan eens even verder kijken. Wat hebben we nog meer? De Chariot. Ja, de Chariot spreekt ook over vooruitgang. Richting succes. Ik zie eigenlijk alleen maar mooie kaarten voor jullie. Dus ik wil zometeen nog misschien wel even wat verder de verdieping in op die waarschuwing. Want er is wel iets. Even kijken. De Drie van Staven. Ook dit spreekt over overvloed. Het schip wat binnenkomt voor jou. En de Acht van Staven. De Acht van Staven spreekt over communicatie, snelle energie. Maar ik zie hier vooral een wervelwind. Die je hier eigenlijk aan het creëren bent. Als ik zo kijk. Staat daar met het stokje. Hier. Je bent iets voor jezelf. Een wervelwind aan het creëren. En dat is misschien wel die waarschuwing hier. Misschien bedrieg je jezelf. Ben je jezelf aan het voorliegen. Je hebt moed nodig om een nieuw pad te gaan bewandelen. Want ik zie eigenlijk alleen maar mooie dingen. Overvloed, oogsten. Maar je creëert eigenlijk zelf een soort wervelwind hier. Het schip wat binnenkomt. Maar ik voel toch een soort van tegenwerking. Ja, en deze waarschuwing is eigenlijk vanuit jouzelf. Je bent bezig met een bepaalde voorbereiding hier. In een samenwerking. Ik voel dat heel sterk eigenlijk. Normaal voel ik dat heel erg in zo'n drie-eenheid binnen in jezelf. Maar het komt nu heel sterk als een samenwerking tevoorschijn. En je hebt moed nodig misschien om samen te werken met iemand. Misschien ben je dat niet gewend. Ben je altijd op jezelf geweest? Heb je altijd dingen alleen gedaan? Maar er is toch iemand op jouw pad gekomen waar je toch wel graag mee samen wil werken. Maar toch is daar wel iets in jouw hoofd die iets aan het tegenwerken is. Ik zag het hier eigenlijk al met die paarden. Er is een bepaalde vrijheid die je nodig hebt. Je wilt wel samenwerken, maar je hebt ook wat vrijheid nodig. Dus ik heb het vermoeden dat je daar een beetje misschien de balans in mag gaan vinden. Misschien voel je je bekneld in deze samenwerking. En heb je ook wat vrijheid nodig? Dat kan. Dat kan natuurlijk. Dat kan je allemaal zelf creëren. Vandaar misschien ook die voorbereiding hier. Dat je nog niet helemaal duidelijk hebt voor jezelf. Hoe ga ik dit neerzetten? Een stralend licht oprecht en vlug. Keert mijn moed bij nacht terug. Een snelle energie. Snelle energie. Snelle energie. Ik zie allemaal snel, snel, snel. Ik weet niet of dat gunstig is. In dit geval. Misschien wil je te snel. Waardoor je dus dingen overhaast gaat doen. Misschien is er wat geduld bij nodig. Om deze samenwerking tot een geheel te brengen. Waar beide partijen tevreden zijn. Of meerdere partijen. Ligt eraan hoeveel personen er zijn. Maar laat ik het gewoon even op één andere persoon houden. Dat is voor mij makkelijker. Maar in die samenwerking heb jij wel de vrijheid nodig. En de ander ook waarschijnlijk. En misschien moeten jullie daar nog de weg in vinden. Kijk, zij draagt daar een mand vol met appels. Ook dat is eigenlijk weer een oogst. Hier zie ik de oogst. Ze is de oogst al eigenlijk aan het binnenhalen. Je bent eigenlijk al op jouw samenwerkingspad. En je bent eigenlijk al aan het oogsten. Maar heb je dat wel door? Misschien is de focus te veel op die samenwerking. Wat was dit? De 9 van bekers. Ja, de zalm die zwemt altijd tegen de stroom in.
Maar daardoor wordt de zalm wel sterk. Wat betekent dat voor jullie? Ja, voelt toch gewoon een soort van tegenwerking. Samen met die wervelwind. Je bent iets aan het tegenwerken. Je wilt dat een bepaald schip binnenkomt met overvloed, maar eigenlijk zit je al in de overvloed. Je bent in de pan aan het roeren, je bent aan het voorbereiden, zodat je de bekers dadelijk kan vullen. Weet je, ik heb heel sterk het gevoel dat je het eigenlijk al in handen hebt. Je hebt het eigenlijk al in handen, de oogst. Maar het is gewoon nog onduidelijk. Want dat zie ik eigenlijk ook hier met de chariot. Je weet nog niet welke richting, maar je hebt het wel al in handen. Je zit eigenlijk al op die motor. Ja? Je hebt het al. Je hebt al een tool, zeg maar. Een Michael komt nu in mijn oor. Je hebt eigenlijk al de tool om vooruit te gaan. Alleen is het niet zichtbaar welke kant je op wil. En dat komt misschien door die samenwerking, want de een wil misschien links en de ander wil misschien rechts. En moeten jullie daar een weg in zien te vinden? Want jullie zijn wel goed voor elkaar. Ik voel daar geen slechte energie uitkomen. Dat je los moet laten of dat je je eigen weg moet vervolgen. Nee, ik voel wel heel sterk een soort samenwerking wat jullie willen. Alleen er is een bepaalde vrijheid nodig. Misschien hebben jullie verschillende ideeën waar een middenweg in gevonden moet worden. En dat is nu in voorbereiding. En niet alles is nog helder, maar de acht van staven, dat is de communicatiekaart. Dus er komt wel iets nog. Als ik denk ja, aan communicatie, dan zal daar iets van inzichten komen. Oh, oké. Okay. Ik krijg nu door, je bent zelf eigenlijk iets aan het creëren, voorbereiden, maar eigenlijk moet het nog tot je komen. En doordat jij daarmee bezig bent om die weg te vinden, die middenweg zeg maar, ben je eigenlijk tegen de stroom aan het inzwemmen. Ik heb het gevoel, het pad gewoon vervolgen wat je al aan het vervolgen bent, want je bent al aan het oogsten hier. Maar door die onduidelijkheid van hoe gaan we dit aanpakken, staat jullie eigenlijk in de weg. De oogst heb je al in handen. En de waarschuwing voor jullie eigenlijk is dat je de focus weg moet halen over waar moet ik heen, hoe moet ik het neerzetten of dat is eigenlijk de tegenwerking hier. Jullie worden begeleid door ancestors, voorouders. Misschien kan je daar ook meer de communicatie in zoeken. Om misschien wat helderheid te krijgen. Wat stond er nog meer op? Family, survival, death and worship. Overleving. Ja, de woorden zeggen me niet zoveel. Alleen de ancestors, maar het oog zegt me heel erg veel op de kaart. Dat jullie in de gaten worden gehouden, dat jullie begeleid worden tot een goede samenwerking. Maar het knelpunt hier voor jullie is echt dat jullie de focus weg moeten halen op het binnenhalen. Nu zie ik het. Jullie hebben de focus te veel op het binnenhalen, waardoor er dus een storm gecreëerd wordt. En tegenwerking. Het schip komt vanzelf en het schip is al gekomen, want jullie hebben al, jullie zijn al aan het oogsten. Alleen doordat de focus hierop ligt, zien jullie de oogst niet. Jullie zien niet dat je al een mand vol met appels hebben. Dat jullie al in voorbereiding zijn. De focus ligt verkeerd. Nou zie ik het. De focus ligt verkeerd. Jullie zijn gefocust op het schip met
overvloed wat binnengehaald moet worden. En dat is jullie taak niet. Dat mag je loslaten. En dan zal het pad zichtbaar worden. Want je bent eigenlijk een wervelwind aan chaos aan het creëren, terwijl jullie eigenlijk al in de oogst zitten. Stralend licht, oprecht en vlug, keert mijn moed bij nacht terug. Ja, ik krijg hier ook aartsengel Michael bij door met dat schild. Hij kwam net al in mijn oor. Jullie hebben misschien wat moed nodig om dit pad te vervolgen waar je eigenlijk al op zit. Ik krijg hier ook wel bij door. Kijk, het schip van overvloed. Die zijn jullie eigenlijk, ja, die willen jullie eigenlijk eigenhandig binnenslepen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En ik kreeg hierbij door een stuk gebrek. Misschien zitten jullie in een bepaalde soort van angst van gebrek, waar dus nu van jullie gevraagd wordt moedig te zijn om het pad verder te bewandelen waar jullie eigenlijk al op zitten. En dit los te laten, want het schip komt wanneer het moet komen. Maar eigenlijk creëren jullie nu die wervelwind, de tegenwerking, waardoor het schip dus niet komt. Jullie zitten er al. Jullie hebben al iets in handen. Een project of een samenwerking. Maar er is nog meer in voorbereiding. Want er worden nog meer bekers gevuld. Ah, dat is die 9 van bekers. Er worden nog meer bekers gevuld. Ja. Straks als het eten klaar is, worden de bekers gevuld. Dat staat eigenlijk weer symbool voor de wensvervullingen. Het schip wat naar je toe komt met het overvloed. Nog meer oogst. Jullie zijn al aan het oogsten, maar er is nog veel meer in voorbereiding. Alleen jullie zijn aan het tegenwerken door zelf die wervelwind te creëren. Door zelf het schip binnen te halen. En dat is natuurlijk de taak van spirit en niet van jou. Ja. Dus creëer voor jezelf ook meer vrijheid in het hoofd. Als het hier om gebrek gaat, creëer meer vrijheid. En ja, doe net als deze twee paarden die gewoon lekker hun weg vervolgen. Gasprietjes eten. Hier ook, weet je, je bent ook hier lekker bezig. Ga dat vervolgen met dat lekker bezig zijn. Dat voel ik. Je bent al lekker bezig. Alleen hier wordt iets geroep wat eigenlijk tegenwerking is. Goed. Nou, ik hoop dat je hier wat mee kan. Dus de waarschuwing ligt eigenlijk bij jezelf. Je bent zelf eigenlijk iets aan het creëren wat niet moet. En je mag je pad eigenlijk gewoon vervolgen zoals die was. Ja, en dat is ook die vrijheid wat ik eigenlijk hier zie, waardoor dingen dus gaan stromen. Oké, bedankt voor het kijken en tot de volgende.